Hey, dag, toppers van de kleuterschool. Welkom bij de tweede les die jullie van mij krijgen. Ik heb gemerkt dat bij de vorige les er ook iets mis was met het geluid, jammer genoeg. Dus daarom vandaag is het een video en is het geen livestream. Oké? Voor de les vandaag heb je een bal nodig. Je kan daarvoor een tennisbal gebruiken, je kan daarvoor een klein voetbaltje gebruiken, een botsbal. Heb je dat niet thuis, dan kan je altijd een stukje oud papier nemen en daar een propje van maken. Oké? En dan kan je dat daarvoor ook gebruiken. Goed. Dan leggen we nog eventjes aan de kant. We starten op onze mat, dus je hebt een beetje plaats nodig. En je gaat gewoon op je plaats lopen. Kom aan zo. Zachtjes aanlopen. Goed zo. En dan mag je nu eens proberen om je knieën heel hoog te houden. Zo, hop. Hoge knieën. Hop, 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 hop. Goed. En nu kijk, zo met de hielen proberen je poep te raken. Hop, 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 hop. Goed zo. Oké. De volgende oefening gaan we springen. Dus wat ga je doen? Je gaat twee voeten staan en je gaat springen. Hop, hop. En nu met de benen open en toe. Doe dat niet te snel. Oké, super. Volgende dat je gaat proberen is proberen met je voeten te kruisen. Dus kijk, je springt. En zo met je voeten kruis. Zijn jullie klaar? 3, 2, 1. Hop, en kruis. En nu andersom. En kruis. Dan mag je voeten zo zetten. En spring. En kruis. En spring. En kruis. Goed zo. Amai. Super, super, super knap. Goed hè? En nu gaan we zo door onze benen zakken, helemaal tot beneden en terug omhoog. En dat is 1, 2, 3, 4 en 5. Goed zo. Amai, goed zo vriendjes. Mag je nu een beetje rondstappen. En je gaat rondstappen op de tippen van je teen. Dus je maakt je heel groot. Op de tippen van je teen. Zo doen we 3 rondjes. Dit was 2. Nog eentje. En 3. Goed zo. Dan mag je op je matje gaan zitten. En je gaat de voeten en de benen losgooien. Zo, schudden met die benen, schudden met die benen, schudden met die benen. Goed zo. Lange benen maken. En je probeert je tenen vast te nemen. En je benen moeten gestrekt blijven. En vasthouden. Goed zo. En dan mag je zo benen open en toe. Goed. Schudden met de benen, schudden met de benen, schudden met de benen. Oké. Goed zo. Goed. Dan gaan we ons balletje pakken. Of je propje dat je hebt gemaakt. Dat mag je zelf kiezen. Wat gaan we doen? Ik zal de camera nog een beetje beter zetten. Zo. Neem het balletje in één van je twee handen vast. Je gaat het omhoog gooien en met twee handen vangen. Kijk, je maakt zo'n kommetje waarin je je balletje kan vangen. Ja?
Dat doen we 10 keer. Kom aan. En 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Goed zo. Ook heel belangrijk, juwelien. Propje vangen of balletje vangen. Dat was niet zo goed gelukt bij jullie. Volgende oefening. Je gooit het balletje met je ene hand. En je probeert het te vangen met je andere hand. Dus kijk. Zo in een boogje gooien. En met één hand proberen te vangen. Lukt dat niet, dan doe je het nog altijd zo met twee handen. Kom aan. 3, 2, 1. En 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. En 10. Goed zo. Nu ga je de bal omhoog gooien. En tegelijkertijd, als de bal in de lucht is, in je handen klappen. En vangen. Hoe hoger dat je gooit, hoe meer dat je kan klappen. Ik kan hier niet zo hoog gooien, want hier is mijn plafondtaal. Dus ik kan niet zoveel klappen. Oké? Klaar. En vangen. 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 Oké. Goed zo. Volgende oefening. Je gooit de bal omhoog. Je bukt door je benen. En je vangt. Ja? Zorg dat je het balletje mooi recht omhoog gooit. Want als dat schuin gaat, naar voren of naar achter, of links en rechts, dan ga je dat moeten achterlopen. Dus probeer het mooi recht omhoog te gooien. Door je knieën buigen. En vangen. Proberen we 5 keer. Zijn jullie klaar? 3, 2, 1. 1. Dan mag je terug recht staan. 2. 3. 4. De laatste. 5. Goed zo. Goed. Super knap. Neem het bandje. En we gaan dat op ons lichaam draaien. Met één hand. Of met twee handen. Je mag dat kiezen. Overal. Zo, je mag eens proberen rond je hals en achter je nek te draaien. Over een arm. Over je vingers heen en langs de onderkant terug. Andere arm natuurlijk. Goed zo. Eens over je rug. Goed voelen wat je doet. Zo. Rond je heupen. Draaien, draaien, draaien. Over je benen naar beneden. Helemaal tot aan je tenen. En terug omhoog. En langs je andere been naar beneden. En terug omhoog. Goed zo. Oké. Balletje blijven gebruiken. Je mag nu terug op de grond gaan zitten. Dat gaan we doen. Zo. Je maakt lange benen. En je legt het balletje aan je voeten. Dan hou je je voeten in de lucht, zodat het balletje tot bij jou komt. Dus kijk, ik ga het zo ook eens laten zien. Leg het balletje aan je voeten. Lange benen. En dan het balletje zo tot bij jou laten rollen. Met een propje gaat dat iets moeilijker gaan, dat weet ik. Dus, hop. En vangen. Ja, dat doen we nog een keer. En vangen. Zo. Oh. En vangen. Goed. Zo. Als je thuis
voor een raam of voor een muur gaat zitten, zo met je been open. En je gooit je bal dan naar tegen, dan komt hij terug. Dan mag je het proberen. Je kan het natuurlijk ook met je broer, zus, mama of papa doen. Over elkaar gaan zitten, voeten tegen elkaar en naar elkaar rollen. Dat mag ook. Je kan dat ook met een bot doen, kijk. En dan komt dat ook terug. Probeer maar. Een beetje afwisselen. Ook met je andere hand eens gooien en rollen. Twee handen gebruiken. Oh, oppas dat je het niet kwijtraakt. Oké. Amai. Zeg, super knap gedaan. Hopelijk zie ik jullie snel terug. We weten nog niet zeker wanneer de school open gaat. Dus tot snel. En volgende week woensdag zal er terug een turnles zijn. Dus dan kan je terug met mij mee turnen. Oké? Super knap gedaan. Dag.